Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag, ja, zondag 1 april. En nee, het is geen grap, het is de eerste paasdag. Ook dat. Het is nu 13 uur 34. Ik ga dus nu richting Ro. Ja, en we lopen dus nu een keertje anders, want hij wordt gewoon in de gaten gehouden. Maar dat maakt niet uit, geef niet. We lopen gewoon. Dus ik ga nu even Ro even ophalen. Ja. En we gaan ook nog eventjes foto's maken. Ik heb al een locatie, maar even kijken. Dus dat wordt wel gezellig. En als het niet werkt, dan niet. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Nou, helaas ben ik Roderick een beetje misgelopen. Maar oké, want hij was al ergens anders naar toe gelopen. Maakt niet uit. Ik heb ook gewoon mijn rondje gedaan. Roderick ook. Ja, maar ik heb hem wel eventjes aan de lijn gehad. Maar maakt niet uit, geeft niet. Ik ben nu lekker thuis. Ik heb Roderick aan de telefoon. Het zal ook weer niet zo wezen. Nee. Lovely ligt lekker thuis. En Lady ligt lekker hier. Ja, en Max is een beetje gek aan het doen, mensen. Ja. En daar achter mij op het deur, er staat een hele schema. Qua afspraken en doen en ga zo maar door. Dus ja, dat is ook wel weer grappig en leuk. Ja. Dus ja, voor de rest, het is koud, het is druilig weer. Ja, daar is het weer de eerste paasdag voor. Het is, gelukkig is er geen sneeuw, want dat was er ook besteld. Nee, gelukkig niet. Ik zou eigenlijk foto's gaan maken, maar ik heb het ook een beetje slecht in met mijn reumen. Dus ja, het wordt eigenlijk denk ik een beetje een binnendagje, denk ik. Ik weet het niet. Ja. Zeg maar. Hè? Nou, zeg maar. Ja, het zou zomaar kunnen, dus jullie horen het. Dus, ach ja, maakt ook helemaal niet uit, nee. En ik moet sowieso dinsdag even een afspraak maken met het Bekkerwiel. Voor woensdag, want dan kan Roderick mee. Ook al heeft hij helemaal niks met een tandarts, ik ook niet, maar oké. Okay. Nee, en voor de jaarlijkse controle. Maar ik heb er ook niet echt heel veel mee. Maar normaal ging ik altijd alleen, maar nu heb ik iemand en die gezellig mee ondersteunt. Ja. Dus, maar mijn tandarts zal niet heel blij zijn, maar oké. Okay. Dat komt ook wel weer goed. Ja, toch? Niet dan. Ja. Ja, wat ik ga eten. Ik heb wel wat in mijn kop zitten, maar ik weet niet of ik dat ga eten. Maar dat zie ik dan wel weer. Maar ik heb sowieso nog een lekkere salade in mijn koelkast met viooltjes erin. Kijk, dat is ook wel lekker. Maar dat doe ik zo meteen over een uurtje of zo. Ja, over een half uurtje. Ja, ook lekker. Ja. Kun je viool te zetten? Ja, tegenwoordig dus wel. Ja, blijkbaar. Wist ik ook niet. En Roderick wist het ook niet, toch? Nee, precies. Oké, okay, ik heb hier al nu dus gewoon echt twee bergheid, hè, hier al. In huis, ja. Dit is leuk. Twee bergheidjes in huis. Hè? Berg, en de grote bergheid is er ook vanaf en die andere is er ook vanaf. Hé, hey, was je er ook? Ja, ik was er ook weer. En wat zijn we allemaal aan het doen dan? Foto's, fotobewerking, videobewerking. Ja, zo een beetje licht. Ja. Te veel. Wel nee. Hey! Jullie horen wat, hè? Wat is dat, Lady? Dat was gisteren in het park. Lekker zwemmen. Ja. Ja, en we zijn dus bezig ook eventjes met iets anders. Hè? Toch? Ja. Met wat? Met filmpje kijken. Filmpje kijken. En fotobewerking ondertussen. Mooi. En op Facebook dingen zetten. Ja, precies. Waar heb jij last van nog steeds van je oog? Van het omhoog, ja. Ja, en dat trekt, hè? Ja, het was spelen. Van nou, Max die komt even zo op me af, zeg maar. En dan zo'n poot in je oog krijgen. Dus je ziet waar dat zit. En je ziet waar het zo zit. Ja. Dus dan weet je waar de rest van die poot is gebleven. Ja. Ik kon even niks zien met links. Dat is nu, mooi. Nu gelukkig weer wel. Fijn. Zo, er is iemand lekker zelf bezig. Ik hoef er gelukkig niet te vermaken. Dat scheelt weer een hele hoop. Hoe goed ben ik bezig? Heel goed. Vertel.
Nou, je bent lekker aan het opruimen op je computer. Ja. En foto's op Facebook aan het zetten. In albums heet dat, geloof ik. Ja, dat klopt. En ondertussen nog video aan het editen. Ja. En renderen, laat ik het zo noemen. Ja. En het vloggen natuurlijk. Ja. En honden laten spelen. Ja. En om die bureau laten uitrusten. Ja. En je zit dan weer aan de route van vanavond te denken. Die gaan lopen. Die wil gaan lopen, zeker? Jullie, wij, ons. Ja, precies, misschien. En je had ook wel iets uitgezocht om te gaan eten, had ik begrepen. De wat om? Om te gaan eten. Ja, misschien. Moet ik even kijken straks. Er waren drie dingen om te eten. Een van die van ging het worden. Of nog iets anders, volgens mij. Geen idee. Nee, dat dacht ik wel. Ja, goed hè. En jij kan stinken. Stinkertje. Stinkbom, stinkdier. Ja. Witte streep nog een beetje doortrekken. Ja. En een paar witte strepen aan de zijkant van de staart. Nee hè. Dan heb je een echt stinkdier. Nee hè. Oom Roos, om dan eventjes met jou eventjes blokje straat doen. Alleen dan even met jou. Ja. Oom Roos, eventjes een klein blokje met jou straat doen. Ja. Elof! Ja. Oh, we lopen ergens. En als ik dit niet doe, gewoon, ja, ik kan het ook anders filmen. Maakt niet uit. En dat doe ik zo meteen. Maar we gaan nou een heel donker stuk in. En Rook die zei van, het is donker. Ik zei, ja, help, help. Maar, wil je het zien als het donker is? Jawel, hè. Kijk, 1, 2. En dan stop ik even lekker met, kijk, dit is dus donker. Boe. Ja, en daar viel wat, Ro. Alleen ik zie jou nou niet eens. Het is heel donker. Ja, maar ze zien mij niet. Ja, nou, het is hier al heel donker dus. We lopen dus eigenlijk al in een stuk bos. Ja, lekker donker, mensen. Helemaal top. Oké, het is hier nog lekker rustig ook. Het is hier heerlijk rustig. Op Centraal van Den Haag. Hè? In de nacht. Mm-hmm. En met de hondjes lekker bij ons. Het is oh zo rustig. Hebben jullie al een keertje zo rustig een Den Haag Centraal meegemaakt? Kijk dan. Is toch zo leuk? Ja. Yeah. Kijk, alles is wel dicht, maar zo, oh, zo lekker rustig. Zo. Ja, echt hè? Het is hier lekker rustig. Het is nu 10:50 in de nacht. Ja, het is nu 10:50 in de nacht. Ja, Anna van Burenplein gaan wij op. Ja, dat is leuk. Hallo dames, kom maar, kom. Kijk, Anna van Burenplein. Ja. Ja, en we zijn nog steeds aan het lopen. Nog steeds. Het is nou net 10:50 en zo, 12:01. In die buurt. En ik zag deze staan, dus ik denk, nou, dan ga ik eventjes filmen voor jullie. Vind ik leuk.
Daar is één eigenlijk. Oh, daarom. Vierdaagse bos en dan zo weer terug. Dus dat is een mooie route. Ja, ja. En wat geel is, en dat is dus allemaal echt gebombardeerd. Ja, ja.